All right. Allemaal niks beters te doen. Zeg je? Het is vakantie. Ah, zo. Ja, daar weet ik niks van. Ik heb altijd vakantie. Dus. Cool. Zeg het maar. Waar wou we het over hebben? Ik was veel met tijd bezig. En ik zat gewoon in de tuin. Ik had de vorige dag op de tegels gelegd. En dat is het allemaal zo. Het is niks nieuws in Advaita-kringen, zeg maar, dit verhaal. En verder is alles heel helder, maar nou ja, het is nog steeds wel een persoon. En ik zie die persoon steeds vaker. Ik ben het altijd met hem. Hij is wel heel duidelijk. Je zou toch zeggen dat dat soort inzichten ook wel een beetje erop hebben. De boel de nek om zou je draaien. Nou kijk, je ziet nu ook daar bijvoorbeeld een camera. Of vlak voor je neus een microfoon, maar hoezo is dat een probleem? Dus er is een indruk van persoon of tegels of whatever. But it's not a problem. Het wordt pas een probleem als we ons afzonderen en totaal identificeren als die persoon of microfoon. Allebei even bizar. Dus de indrukken die opwellen in de schijnbare tijd, dat is op zich geen probleem, tenzij we dit doen en zeggen het is alleen maar dit. Of het staat los van dat. Dan begint de boel te fragmenteren en te conflicteren. Maar als het gewoon een indruk is die in feite vanuit de tijdloosheid die jij bent, gewoon wordt waargenomen. Als we ook beseffen dat lineaire tijd alleen maar gewoon een hersenfunctie is om dingen te ordenen, dan is er helemaal niks aan de hand. Het lijkt wel alsof je dingen kan doen die je in de toekomst... Precies zoals je het zegt, dat lijkt zo. Dus dat is geweldig geformuleerd. En dat suggereert dat er kunnen dingen gedaan worden of ik kan dingen doen, vooral die, alsof dat vanuit een soort vrijheid bepaald kan worden. De neiging hier om tegels te leggen is nul. Dus het geestige is dat vanuit die tijdloosheid, er is alleen maar dit. En tegelijkertijd, daarom zeg ik altijd, hebben we twee ogen, is er zoiets als tijd en kunnen we, en dat is keihandig, dingen plannen. En dingen in de ruimte positioneren. Dat is handig, maar het zijn instrumenten eigenlijk. Het zijn vertaalslagen die behulpzaam zijn totdat we ze voor werkelijkheid gaan nemen. Op het moment dat we dat doen, dus de hulpmiddelen of de functionaliteit als werkelijkheid gaan zien, dan komen de problemen. Want we weten ook bijvoorbeeld dat die dingen hier maar een bepaalde bandbreedte zien. Dat is geen probleem voor hoe wij functioneren. Voor een wolf zou het een probleem zijn, want die kijken heel vaak in schemering. Die hebben dus andere bandbreedtes nodig. Anders zien ze die haast niet of whatever wat ze lekker vinden. Voor ons is dit oké. Maar het is altijd maar een beperkt domein van wat we zien of horen of voelen. Of per definitie. Nou, als we dat weten is er niks aan de hand. Als we denken dat wat ik zie zo is, hebben we een probleem. Want ik zie helemaal niet hoe het is. Ik zie daar een min of meer adequate vertaling van. Dankjewel. Ja, jij ook. Cool.
ik heb nu ook iemand ontmoet en ik voel dat ik in de verliefdheid zit. en er was is een tijd lang geweest toen ik bezig ging met mijn interesse kreeg voor spiritualiteit, dat ik dacht van oké, dus als ik verliefd ben, dan ben ik eigenlijk continu in staat van verliefdheid, hè? Dat je gewoon blij bent, open bent. En, gefixeerd op een object waarvan je alleen het mooie ziet en de rest niet. Ik ben eigenlijk benieuwd naar, is er op een bepaalde manier nog een soort van raakvlak of ook in jouw proces heb je, raakvlakken met verliefdheid? Ja. Er kunnen allerlei tijdelijke aandoeningen optreden in dat proces. Ja. En verlichting zou je kunnen zeggen dat het een markering is dat die allemaal aan de kant gaan. Mm-hmm. Dus niet dat er iets tegen is voor de goede orde. Maar verlichting is geen permanente verliefdheid. Het zou heel erg zijn ook. Mm. Want liefde is blind en dat soort zaken. Ja. Dus openheid, ja. Maar kijk, ik heb dat vaker gezegd van in die rare vergelijking gebruikt van als je een vis op het droge legt en je gooit hem na een tijdje terug in het water, dan is die eerste plons echt sensational. Maar na een week of na een jaar, hij kan niet eens onderscheiden waar hij ophoudt en de oceaan begint. Dus er is geen speciale ervaring meer. Speciale ervaringen duiden altijd op een contrastwerking. Nou, waar het contrast weg is, wordt niks ervaren, basically. Dus verlichting voelt niet en is niet als. Het is in die zin eigenlijk met geen enkele emotionele toestand te vergelijken, want het is geen emotionele toestand. Ja, het ervaren van liefde of verliefdheid ervaar je ook als een emotionele toestand. Ja, uiteraard. Wat is het anders? Het is een emotional high. Er worden ook heel veel stofjes aangemaakt. Ja. Nou, het is wel een langer natuurlijk, hè? Meestal duurt het wel een tijd. Hè? Niet zo lang, 3 maanden, 6 maanden, dan heb je het gehad. Ik noem dat niet lang. Nee, maar als je vergelijkt met het huilen of iemand die angstig is, je zegt iemand niet snel. Je hebt mensen die niet permanent, maar die zijn jarenlang angstig. Ik zat trouwens vreemd genoeg een of andere serie te kijken en toen zei een chassidische meneer, een spreuk, gelukkig hij die constant vreest. Wauw! Dat is net zoiets, maar dan omgekeerd, zeg maar. Dus wat er gebeurt is veel meer een soort verschuiving waarbij daar ginds emoties kunnen optreden. Positief of minder positief, afhankelijk van de programmering. Want sommigen vinden rottige gevoelens heel prettig. Zoals die chassidische meneer blijkbaar. Dus, maar het is allemaal over there. Dus niet zo van belang. Terwijl als we het koppelen aan een verliefdheid, dat is super persoonlijk en super van belang. We zitten de hele tijd eigenlijk bij onszelf vandaan. Aan die ander te denken die natuurlijk niet, die we niet waarnemen zoals hij of zij is, maar in een soort geïdealiseerde vorm. Waarbij het ook eigenlijk helemaal niet over die ander gaat, maar over wat er in mij wordt opgewekt. Het gaat nooit over een ander, by the way. Dit is een natuurwet. Dat geldt ook voor boos zijn, overigens. Niet dat hij niet mag, net als verliefdheid dat mag. Maar het gaat nooit over een ander, want strikt genomen, er is helemaal geen ander. Alleen de ene manifestatie wekt dit in mij op en dan wil ik die hebben. En de andere manifestatie wekt iets heel anders in me op, of dezelfde, maar dan een tijdje later. En dan wil je die kwijt. Dat is meestal het standaardpatroon. Nou, op een gegeven moment, als je eruit bent, zal ik maar zeggen, zijn al dit soort taferelen daar ginds. Het wil niet eens zeggen dat ze niet meer optreden, maar ze maken weinig indruk. En er wordt niet zo'n belang aan gehecht, want je eigen, of je niet eens eigen, maar de compleetheid is niet afhankelijk van wel of niet nabijheid van whatever. Het is onafhankelijk geworden, zou je kunnen zeggen.
Maar wat het dus op een bepaalde manier gemeen heeft, is dat er wel een soort van ervaring van compleetheid is. Zeker. Ja. Maar die is vrij kalm. Ja. En heel natuurlijk, zoals die vis in het water. Het is dus niet iedere keer van, oh man, wat ben ik compleet. Juist niet. Ik kom er meestal alleen achter dat er hier een continue compleetheid is, omdat ik praat met mensen waarbij dat schijnbaar niet beleefd wordt. Dan, door die contrastwerking, denk ik van, oh ja, nee, natuurlijk, ja, dat is waar. Je kunt je ook afgescheiden wanen en in problemen en dat soort zaken. Normaliter denk ik daar niet aan. Maar dan komt iemand en die ziet er oprecht bezorgd uit, en dat verbaast mij altijd, of gekweld, of dan is er even van, oh ja, nee, natuurlijk, ja. Er is een andere manier van zijn ook mogelijk, namelijk een die dit doet. En het fijne is van als het dit doet, dat het dan ook even dat kan doen. Dus dan gaan we van min naar plus en heel veel mensen vinden dat prettig, die het op en neer of heen en weer gedoe. Ik vind dat niet zo prettig. Dankjewel. You're welcome. Ja, ik merk wel dat we te veel laten beïnvloeden door meningen van anderen. Ja, dat doen we zo, hè. Viel mij ook op in diezelfde serie van die chassidische types. Ze maakten zich eigenlijk niet eens druk om God of whatever voor verzinsel, maar de hele tijd om wat de anderen zouden kunnen denken. Ongelooflijk. Maar goed, dat doen wij ook. In een van jouw boeken heb je het over zuiver karakter. En ik heb er heel lang over nagedacht. Ik zou graag voor jou willen weten wat jij verstaat onder zuiver karakter. Wat ik op andere momenten uitleg met kloppendheid. Dus een karakter hebben, dat wil dus niet zeggen dat het voldoet aan dit of dat voor uiterlijke kenmerken. Maar dat het integer is of niet innerlijk corrupt. Om er iets te noemen. Dus zoals ik ook in Leiband uitleg van karakter hebben is wanneer je niet je ziel verkoopt. Mm-hmm. Of je niet uitlevert aan het men. Dus zuiver karakter, een karakter in principe natuurlijk dat je specifieke eigenschappen hebt. Ja, maar dat bedoel ik dus niet. Nee, precies. Ja. Dus ik heb het dan ook wel eens over volwassenheid of een werkelijk individu zijn. Ja. En dat betekent dus, voor zover het kan, op eigen voorwaarden leven en niet op de voorwaarden van wat men allemaal van je wil. Dus ook niet per se daartegenin, want als rebels zijn, en wederom, een rebel, die is net zo gericht op de normeringen van de groep als iemand die erin meegaat. Dus net zo goed oneigen. Dus niet aan de leiband. Maar authentiek zijn. Yes, exact. That's it. En iedereen, denk ik, tenzij die echt fucked up is, iedereen weet innerlijk wanneer die zich uitlevert aan het men of de moraal en wanneer die iets doet wat gewoon voor hem of haar helemaal kloppend is. Op dat moment. Ja. Dat kan over een maand weer anders liggen. Het is heel, leven is naar mijn idee heel muzikaal. Nee, je weet wie je corrupt bent en wie niet. Dat dacht ik, ja. Het denken beïnvloedt het lichaam. Sure. En het lichaam beïnvloedt het denken. Yes, en de gevoelens. Kan je stellen dat het denken lichamelijk is? Nee, dat het één systeem is. Het is één systeem. Okay. Alles werkt op elkaar in. Dus wat je eet werkt op het hele systeem in. Wat je denkt, wat je vindt, wat je voelt, wat je meemaakt. Het is één geheel. Eigenlijk is het alleen in woordjes uiteen te trekken voor het gemak. En dan noemen we dit een gedachte of een beeld.
En dat noemen we een fysieke sensatie en dat een emotie. Dat is handig als duiding, maar strikt genomen, je bent één functionaliteit of één functioning. Het zijn geen losse grote dingen. Nee, dat lijkt alleen maar zo. Ja. Dus het voordeel van dingen kunnen discrimineren of onderscheiden is dat ze duidelijker worden. Het nadeel is weer, wat ik er straks in een ander verband al zei, als we die onderscheidingen voor de werkelijkheid gaan houden, krijg je er een conflict tussen. Dus dan krijg je van die rare dingen van, ja, mijn verstand en gevoel botsen met elkaar. Right, net als mijn arm heeft ruzie met mijn been. It doesn't make sense. Wat ik wel snap is dat er een innerlijk conflict plaatsvindt. Waarom? Omdat in feite dat die kloppendheid of die stemming of dat karakter er niet is. De boel is niet integer. En dan krijg je innerlijke conflicten. Ja, ja, dat weet ik. Sure. Ja. In het verlengde daarvan ligt ook de identificatie. Bewustzijn is wat plakt aan de vorm. Ja, inderdaad. Die neiging heeft het, ja. En dan verwort het dus heel snel tot een afgescheiden ik. Als er een losse, een vrijheid functioneren is, is er niks aan de hand. Maar het kan zich vastkleven. En dat is dus nooit de schuld van een persoon. Het is gewoon hoe bewustzijn functioneert. Het gebeurt gewoon. Yes. En dus het ontkoppelen daarvan, wat we dan awakening noemen, dat gebeurt ook maar eigenlijk gewoon. Ja, maar er is wel een klein hulpmiddeltje nog door uit te zoeken. Zeker, en door dingen te onderzoeken en te doorvoelen. Ja, absoluut, maar of die geneigdheden ontstaan in iemand, besluit hij ook niet als die acht is. Nee, dus dat ontstaat door duizenden ervaringen en wat je tegenkomt en je ontvankelijkheid. Kan het zijn dat iemand op een pad komt van ontmanteling of terugkeer naar whatever, hoe je dat wil noemen, en een heleboel anderen niet. Maar ik wil alleen maar daarmee zeggen dat het nooit iemands verdienste is als er awakening of volwassenheid ontstaat en nooit iemands schuld als het niet zo is. Hoewel het heel leuk is om mensen af te zeiken. Nee, het is ook fijn af en toe richtingaanwijzers te hebben door middel van boeken. Die boeken voor bijvoorbeeld, ja. Mooie richtingaanwijzers. Thanks. Daar ben ik heel dankbaar voor. En over deze antwoorden. Oké, dankjewel. Dankjewel voor de vragen. Hey. Ja, als eerste wil ik even zeggen hoeveel de eigenlijk veranderd is. Ik kwam hier een jaar geleden kwam ik voor het eerst. Ja. Toen durfde ik eigenlijk nauwelijks de microfoon vast te pakken. Toen was ik helemaal aan het trillen en beven. En ja, de laatste tijd heb ik er eigenlijk helemaal geen moeite mee. Dat ik zelfs op de demonstratie voor 200 mensen heb gepraat zonder angst. Kijk, cool. Dus dat is eigenlijk wel een hele overwinning. En de angst is eigenlijk als het ware in één keer weggevallen en lijkt net of het er niet is geweest. Mooi. Dus daar wil ik je eigenlijk even voor bedanken. Ja, ik heb het niet gedaan, jij ook hè? Ja, maar vooral. Toch. Het heeft me toch heel erg geholpen continu die angst te ontmoeten en weer weg te lopen. Cool, ja, mooi. Dus ja, het gaat eigenlijk over een stukje overlevingsangst. Wat nog steeds, ik dacht de laatste tijd dat ik toch wel redelijk ermee om kon gaan. Dat leeft eigenlijk nog steeds ergens in mij. De angst dat ik alles ga verliezen, omdat ja, wat er nu allemaal gaande is, dat raakt in mij dat ik toch nog best wel behoorlijk gehecht ben aan behoorlijk wat spullen. Ja, goed. Nou, dat is dus leerzaam. Ja. Dus ja, bijvoorbeeld ik wil graag mijn eigen huisje houden. Ik ook. Maar op een gegeven moment zal ik het niet meer kunnen. Ja. De klok is ticking. Ik ga alles kwijtraken. En ik weet dat en dus ben ik niet meer bang. Mm-hmm. Nee, soms voel ik het niet, maar gisteravond kwam hij dus ineens weer heel hard binnen. Goed, maar er is dus geen probleem, maar een kans om nog een keer het gewoon goed te voelen. Mm-hmm. Zodat dat ook gedeleerd kan worden, net als het spreken in het openbaar. Ja. Wat een van de grootste angsten schijnt te zijn die bestaat. Dus als je die eruit kan krijgen, zou ik maar zeggen, dan is dit een eitje. Ja. Waarbij weer, een deel is gewoon een biologische puls. Alles wat leeft wil leven, ook een teken.
Weet je wel, dus dat is gewoon die survival reactie, die zit overal in alles wat leeft. En een ander deeltje, die is vrij gemakkelijk te onderzoeken en te deleten, is gewoon een psychologische component. Nou, die is gewoon verzonnen en eigenlijk niet zo relevant. Ja, en ik kwam in één keer heel hard binnen. Dus, ja. Ja, kijk, dat kan dus de biologische trigger zijn, maar dat het dan zo lang duurt, geeft aan dat er psychologisch iets mee... Precies. Ja, ik kwam binnen en toen was die eigenlijk weg en in één keer kwam het verhaal. Ja, en dat verhaal kan het dus maken dat zoiets uren duurt. Ja. Ja, en toen lag ik in bed en toen voelde ik mezelf ineens helemaal verdwijnen. Echt heel bewust. En daar schrok ik ook weer van. Dus ik voelde me echt aflossen. Ik niet wat in niets samenkwam. Mm-hmm. Dat is eigenlijk wel heel mooi. Ja. Yes. Nou, ook daarvan kunnen we dus een survival shock krijgen. Ja. En als we dat een paar keer meemaken, bestaat de kans dat die uitblijft. Dan kun je verder niet zoveel aan doen, behalve gewoon proberen zo open mogelijk te zijn. Kom maar, laat me maar oplossen, zeg maar. Ja. En in sommigen gaat dat snel, dus na 1 of 2 of 3 keer, anderen niet. Ik ken iemand die heeft dat nu al 10 jaar en het blijft maar schrikken. En dan zeg ik tegen hem van ja, daar kun jij niks aan doen, dus don't beat yourself up about it. Het systeem schrikt er gewoon iedere keer van. En ja, dat kan heel vervelend zijn. En bij anderen is het 1 of 2 keer en klaar. You never know. Mm-hmm. Ja. Dat was het eigenlijk. Goed. Dankjewel. Thanks. Ik kom eigenlijk één zorg in mijn leven tegen. Nou, ik kom fysiek pijn. Eén zorg in mijn leven tegen. En dat is fysieke pijn waarvan ik draag. En bang ben dat ik dat niet kan gaan dragen. En dat leidt af. Alleen als je er aandacht aan geeft. Nou ja, precies, maar het leidt af omdat ik aan ja, maar dat kun je dus onderzoeken hoe dat gebeurt. Dus je kunt proberen hiervan af te komen, wat een negatieve houding is. Je kunt ook kijken hoe werkt dit. Ja. En wanneer treedt het op. En daarnaast, wat je kunt doen, is gaan kickboksen. Dan leer je wel omgaan met pijn. Om er iets te noemen. Dat is maar half een grapje, by the way. Nee, ik snap het. Ik heb een keer ongelooflijk pijn gehad en ik had er vluchtelen van. En ik vond het ook eigenlijk gelukzalig. Ja, daarom. Dus er zitten heel veel... De grote vrijheid die ik daar ervaren. Er zitten heel veel kantjes en dat soort dingen. Die kunnen we ontdekken als we het gaan onderzoeken. Ja. Dus wees er creatief mee. Nou, dat kind nog afmaken. Huh? Nou, dat kind nog afmaken. Ja, nou ja, ik heb zoiets. Ja, ik zie wel. Dit drukt gewoon naar binnen. Maar ik merk, het heeft invloed op mijn relatie. Sure. Nieuw woon, baan. Alles heeft te maken met het zoeken naar troost, geruststelling. Want ik had een boek voor jou gekocht. Jo. Ja, ooit. En dat lees ik niet. Ik heb gewoon 1 blaadje lezen dan. En dan doe ik hem weer dicht. Vind ik er ook niet in. Nee, troost zul je daar niet vinden, nee. Geruststelling, waarschijnlijk nee. Toen naar Osho ging, toen wel. Want ja, tuurlijk. Die had ik wel. Dat was ook de enige reden dat dat deed ik toen. Ja, nou ja. Goed, gelukkig even kwijt. En dan zit ik tussen allemaal volwassen mensen hier. Wow. Een beetje in paniek. Maar hoe ga je dan met die paniek om? Is dan niet voelen? Gewoon voelen. Ja, natuurlijk. En dat is alles. Niet meer bang zijn voor de paniek. Nee. Dus proberen ruimer te zijn dan de paniek. Ja. Als de paniek doorkrijgt, of de angst doorkrijgt hoe groot jij bent,
Dan kruipt hij in een hoekje weg of lost hij op. Het is altijd geestig om op te merken, hè, dat paniek of angst, die heeft jou nodig om te kunnen bestaan, niet andersom. Dus jij moet er eerst zijn voordat er angst kan zijn. Jij bent de macht, niet de angst. Dat vergeten we, maar we zijn gewend om de macht constant uit handen te geven aan anderen of aan emoties of aan pijn of weet ik veel, een lichamelijk dingetje. Constant geven we het uit handen en dan moet bijvoorbeeld de troost of alles komt wel goed, moet het dan weer een soort vals heel maken. Terwijl je feitelijk gewoon een tijdloze compleetheid bent die alles kan handelen. Cool. Nou, wat me opvalt is dat wat je ook meemaakt in je eigen leven, eigenlijk is het gebaseerd op het verhaal wat je eromheen gebakken hebt. Of het een angst is, of verdriet, of verliefdheid, of het maakt me niet uit, of overleving toestanden. Het is eigenlijk het verhaal waarin, laten we zeggen, een soort symbiose is tussen het verhaal, de emotie die er aan vastzit. En als ik dat belangrijk vind, dan merk ik bij mezelf, dan zit ik er ook in gevangen. Mm-hmm. Maar het is belangrijk voor me. En dan merk ik dat een soort tegenwerking van, ja, Jezus. Ja, zo ben ik nou helemaal. Maar dat is dus helemaal niet authentiek, want hoe kan er in godsnaam angst zijn? Het is zonder dat er niet, als er echt gevaar is, maar even gewoon gevaar vanuit een verhaal. Hoe kan het in godsnaam authentiek zijn? Ja. Dan geloof ik dus in mezelf niet meer in. Mm-hmm. Maar Jezus. Ja, voor mij is het dan het lastig om die energie te zoeken, om dat te gaan onderzoeken. Dat vind ik wel lastig, dat blijft. Wat? Ja, ik weet niet, op de een of andere manier ben ik er niet creatief in, of houdt de angst me tegen, of ik weet het niet. Blijft het dan een lastig onderwerp in mezelf vinden. Ik zie het verhaal, hoe het in elkaar zit. En dan verandert er eigenlijk niet zo heel veel. Ja, een optie kan zijn nog net een stapje naar achteren, zodat het zien ervan nog iets intenser wordt. Of juist de omkering, die kan ook soms heel handig zijn, proberen nog eens wat meer moedwillig in het verhaal te kruipen, zodat het nog wat meer zeer gaat doen. Ja, oké. Okay. Ja, ik merk bij mezelf dat ik door het verhaal te zien, maak ik er steeds meer afstand van. Zo van, ja, dat verhaal kan niet belangrijk zijn. Dat bak ik er zelf van. Dat is misschien right, dus dan kan op een gegeven moment, kan zo'n inzicht van, oké, ik zie dat er een verhaal is, kan verhelderend zijn. Als het 5 keer of 20 keer gebeurd is, kan het een trucje gaan worden. Yeah. Of een sussertje van de mind. Want die ego-figuur of beweging is ook niet achterlijk. Die kan dan gaan zeggen van, oh nee, je hoeft alleen maar te zien dat het een verhaal is. Ja. En dan gebeurt er dus inderdaad niks, want er zit geen intensiteit in. Nou, dan kan een creatieve oplossing zijn van, oh wacht even, ik voel ongeveer vaag zo'n verhaal. Laat ik dat gewoon eens even flink opkloppen. Ja, ja. Kijken wat er gebeurt. En dan gaat die hartslag omhoog en het gaat echter voelen. En nog een paar herinneringen erbij slepen van, oh ja, dat was toen ook al zo. En zoals mensen dat normaliter doen. Hè? Ja. Zich opfokken om niks. Door er van alles bij te slepen wat eigenlijk geen bal met het moment te maken heeft. Nou, dat kun je ook moedwillig doen om eens te kijken wat er gebeurt. Ja, dat is een goede, daar kan ik ook wel mee. Cool. Ja. Give it a try. Thanks. Ja. Mooi, Hans. Peter, er staat een soort kruispunt in mijn leven dat ik eigenlijk niet weet wat ik moet doen. Normaal zou ik in totale paniek zijn, 100 plannen maken. En ja, ik accepteer eigenlijk dat het zo is. Het is fantastisch, enorme, denk, ja, in het eerste geval, ja, ik moet mijn huis misschien verkopen. Lastig aan de kinderen uitleggen, ja, dat is niet wel weer. Moet je gewoon doen tijdens het inpakken. Ja, dus dat is, ja, het is zo bizar
rustig, dat er nu ook wel weer een soort van stemmetje begint te ontstaan. En nou weet ik niet, wat je net zei, is dat nou dat biologische overlevingsmechanisme van de holbewoner van de let op je hol? Of is dat toch weer een geraffineerde truc van het ego? Die zegt, ja gast, je bent je kop in het zand aan het stoppen. Dit kan helemaal niet, dat je zo... Oké, laat maar even, ik weet het even niet, ik weet niet wat er gaat gebeuren. Er zal vast wel weer wat gebeuren als er moet gebeuren. Meestal wel. Ja, dus ik ignore het hoor, maar ja, was wel een soort van, oké, gaat het een soort ding worden wat groter wordt? Of is dit inderdaad wat jij net zei, is dat toch een soort van meer logische component in het... Nee, ik heb sterk het vermoeden dat dit een ego-poging is. Ja. We vinden het over het algemeen heel prettig om op weg te zijn naar iets. Dus naar geluk bijvoorbeeld. Maar gelukkig zijn, daar hebben we ernstig moeite mee. Vooral als het langer duurt dan een half uur. Of twee dagen. Dan begint er toch iets te komen van, oeh, dat kan niet goed zijn. Het gaat me zo goed, er staat vast een ramp te gebeuren. Dat principe zit er vrij aardig in. Dus ik heb sterk het vermoeden dat die het is. Ja, dus dat hij niks van aantrekken. Of gewoon ja, nou, ook daarmee gewoon creatief zijn, kijken wat hij wil. Of zien welke vorm van wel of geen aandacht het meest effectief is. Maar niet al te druk om maken, weet je wel, voor zover dat lukt. Het is gewoon zo'n, inderdaad, zo'n handpoppetje. Ja, pas maar op. Ik zie ook wel een soort van humor ervan in, maar mijn wegdrukken is ook niet goed. Nee. Omarmen ben ik niet van plan, want heel ik vind goed. Dit prettiger dan wat hij zegt. Dus gewoon ignore. Basically, yeah. Ja. En anders is even flink het licht erop. Ja. Okay. Totaal negeren en totaal het licht erop, dat vinden ego-bewegingen bar irritant. Je hebt het liefste als we vanuit een soort half bewustzijn ermee omgaan, want dan kunnen ze ons inpakken. Maar in full awareness of in totale negering, dan sterft het echt af. Ja, ik ben inderdaad ook wel een soort van naartoe proberen te gaan. En dan, dan heb je uiteindelijk ook niet zoveel te zeggen. Right. Blijkt. Ik van ja, die truc of ja, zo. Daar kan truc dus ken ik dan wel. Ja, dat kan dus ook van ja, nou oké, wat moet je nou? Ja. Tweede vraag had ik nog, dat ging eigenlijk over... Ja, echt zoveel mogelijk in nu zijn, vind ik ook toch wel een hele lastige. Wacht, stop. Dat is niet mijn teaching. Ik heb er helemaal niks mee met dat in het nu zijn. De formulering irriteert me ook. In het nu zijn. Alsof het een ding is waar je in of uit zou kunnen, snap je? Er is alleen maar nu. Daar kun je niet in of uit. Ik snap het wel wat ermee bedoeld wordt, aanwezig zijn. En aanwezig zijn is hartstikke handig, maar het heeft niks met verlichting te maken. Wel, als je je werk goed wil doen, moet je aanwezig zijn. Dus een metselaar, banketbakker of huurmoordenaar doen er goed aan om zo aanwezig mogelijk te zijn, anders krijg je slechte keekjes, scheve tegels en misgeschoten kogels. Maar er is niks spiritueels aan, met andere woorden. Oké, laten we dan even aanwezig zijn. Sorry dat jij... Nee, dat vind ik juist fijn. Dat vind ik fijn. Ja, ik vind het wel fijn om te horen, want oké, dat is inderdaad ook iets van... Ik snap het ook niet hoe dat moet. Maar goed, als je het over aanwezigheid hebt dan... Dat lukt me heel goed als ik, wat jij dan haat... klussen doet, maar dan ben je met gereedschap bezig. Als je niet aanwezig bent, dan gaat of het werkstuk kapot of je vingers liggen op de grond. Ja, voilà. Maar je bent natuurlijk toch heel vaak met dingen bezig die wel iets met gisteren te maken hebben of morgen. Omdat er ook zoiets als een planning bestaat. Ja, sure. Geeft toch niks. Heel lastig om te modelleren tussen daar. Zolang het echt functioneel is, is het oké. En zolang er een soort emotie of zorg bij komt,
zit je verkeerd, toch? Niet per se verkeerd, maar inderdaad, als we volwassen of wakker willen zijn, moeten we op dat soort momenten letten. Niet als er technisch iets gepland moet worden of afgesproken, dat is verder geen enkel probleem. Maar als we merken dat we de hele tijd naar de toekomst of het verleden afdrijven, of wat er hier is daarmee volproppen, ja, yeah, that's a problem. Als je wakkerheid of volwassenheid op prijs stelt, anders niet. Oké, okay, nou, dank je. You're welcome. Ik was net echt geraakt. Omdat het verhaal dus wel belangrijk is, of ook belangrijk. Iemand anders die ruimte en mij het gebruikte. Dus er is nooit geen besef geweest, dan voelde het voor mij, van een waar ben ik en waar is die ander. En daardoor is er nog geen grens of zo. Daar zijn we niks mis mee hoeven zijn, maar daardoor kan ik ook niet gaan staan. En het gaat niet over ik, maar daardoor kan het niet staan. Niet ik, maar het kan niet staan. Dus het verhaal is ook heel belangrijk. Ja, één keer om het goed te zien. En daarna kan het verhaal aan de kant en gaat het er alleen maar om je plek in te nemen. Right now. En dat is dus iets anders dan wat er ook vaak gebeurt, is dat mensen eindeloos over een verhaal bezig blijven. Waarmee ze eigenlijk afdrijven van het bijvoorbeeld nu gaan staan of de plek innemen waar het eigenlijk om gaat. Dus ja, soms moeten we even goed zien in een verhaal, ook al is dat incompleet per definitie, van oh, dit is een centrale thematiek. Good. Daarna weg ermee. Sta. Spreek. Zeg nee. Ja. Ja, en tegelijkertijd doet het er niet toe, want het is veel ruimer als het verhaal. Yes, exact. Dus het kan nodig zijn, nogmaals, om een punt even heel goed te zien. Als dat echt tot ons doordringt, kan dat een energetische verandering of een belevingsverandering genereren. Cool. Maar dat is dus iets anders dan 6 jaar lang bij de psychiater lopen, eindeloos dingen lopen uitkouwen. Ja. Waardoor het geloof in mijn verhalen alleen maar groter wordt. Ja, maar die bedoel ik ook. Nee, dat snap ik. Maar voor de others. Ja, omdat ik dat drama heel goed ken, dus ik heb daar een zesde zintuig voor. Yes. Maar ik zie ook dat daardoor er in mij iets tegenhoudt om ook er wel in te gaan. Yes. Waar ik dan vaak kies om dit te doen. Exact. En dit helpt ook. Zeker. En daarom, dus straks toen je zei van ja, niet ik, je moet gewoon een tijdje wel ik zeggen. Want ik weet wel dat je toegang hebt tot dat en dat je dat al weet. Maar het gaat erom dat het belichaamd wordt right here, right now. Ja, ja, want dan komt omhoog, maak het persoonlijk. Ja. Yes, yes. In jouw geval perfect geformuleerd. Voor dus, anderen een slechte route. Ja, dus dan hoor ik me ook zeggen tegen ik vind dit en dit, terwijl ik heel eigenlijk goed weet dat het onzin is. Yes, maar dat moet gebeuren, want zo ankert het. Zo wordt het concreet. Maar dan kan ik voelen dat het klopt. Want dan krijg ik een soort als vanzelf bevestiging van buitenaf dat het klopt hier. Yes. Ja, dat is eigenlijk wel heel mooi. Ja. Good. Dank je. Dank je wel. Het gaat altijd over jezelf. Alleen in de praktijk werkt het vaak een beetje anders, tenminste bij mij. En ik probeer even het mechanisme helder te krijgen. Want stel je voor, je hebt een discussie met iemand. En in die discussie krijg je verwijten. En het enige wat je kan denken is, ja, maar wacht even, dit. Ik heb het gevoel dat ik dat verwijt naar jou zou moeten maken. Het is een visuele cirkel waar je dus net aan elkaar komt. En dit kan je dus eindeloos herhalen.
tot een van tweeën uit de discussie stap. Want vechten kan je alleen maar als ze allebei meedoen, hè? Maar... als het dan uiteindelijk over jezelf gaat, heb je het dan over in een vlek of ziek? Nou, kijk, mijn constatering is, en dit is puur op een menselijk of psychologisch level, ik heb nog nooit aan een ruzie of een discussie deelgenomen zonder te zien dat ik constant zelf daaraan bijdroeg. Dus ik kan dan wel zeggen, het ligt aan Kasia of vroeger aan Hetty of daarvoor was het Helma. Het lag altijd aan die vrouwen natuurlijk, met wie je dan toevallig samen woonde. Maar als je gewoon, als ik daar eerlijk naar kijk, dan iedere verwijt wat ik maakte, daar zag ik in dat daar een twist in zat. Dat er een vervorming in zat, dat er iets onoprechts in zat, dat ik van de ander vroeg wat ik zelf niet gaf. Als ik er echt naar kijk, ik had geen poot om op te staan, hoe goed ik ook en meestal beter dan mijn partners kon argumenteren. Praten gaat me vrij makkelijk af. En dan lijkt het vrij snel alsof je goede punten maakt. Maar als ik eerlijk was, en daar had ik af en toe last van, dan zag ik dat dat hele verhaal, hoe logisch het ook klonk, en misschien zelfs als de ander me gelijk gaf, het klopte gewoon niet. Ik probeerde iets voor mekaar te krijgen, uit beeld te houden, aan te vullen via een ander, bij mekaar te manipuleren. In iedere discussie zag ik dat. En nog, als het af en toe optreedt, en Kasia en ik kunnen soms zo 2 minuten... En dan zie je bij allebei op een gegeven moment van, oh ja, we staan allebei weer gewoon lulkoek te verkopen. Allebei. Ja, dat is jammer, want dan kun je dus niet meer een uur lang schelden en met deuren gooien. Het servies blijft ook lang heel saai. Maar is het een soort dat je terugkrijgt, niet je blinde vlek, mag ik het zo zeggen? Niet per se, want de ander die heeft ook haar of zijn onzin. Mensen gooien dingen naar elkaar. Op een gegeven moment gaat het ook niet eens meer om iets voor elkaar te krijgen, maar gewoon vanuit een loopgraaf stenen gooien. Weet je wel, mensen kunnen in een modus komen waarbij het er alleen maar om gaat om elkaar pijn te doen. Ja. Net als twee valse honden, weet je wel. Die hebben elkaar eerst signalen gegeven. Ze luisteren allebei niet en op een gegeven moment vliegen ze elkaar naar de strot. Het gaat niet eens meer om de pickorde. You're gonna die, motherfucker. Nou, daar komen mensen ook in terecht. De uitnodiging kan zijn, durf ik zo open en eerlijk bij mijzelf te kijken waar ik niet klop. Zou het niet mooi zijn als ik zo aanwezig kon zijn, dat het er helemaal niet meer toe doet wat die ander allemaal naar me toe gooit? Ik kan zien dat als een ander van alles naar me toe gooit, om te beginnen, dat die ander blijkbaar uit balans is. Or she's unhappy. Oké, moet ik dat beantwoorden door stenen te gooien? Is dat nou werkelijk de meest constructieve manier? Dus iedere keer als ik zo'n aanval van eerlijkheid had, dan zag ik mijn eigen liefdeloosheid erin of waar ik ongelijk had. Terwijl mijn ego alleen maar argumenten zat te verzinnen, minutie, van waar ik wel gelijk had. Ik heb bijna nooit gelijk. Ik moet altijd eerst om te beginnen mijn compleetheid verlaten om te vinden dat jij zus of zo tegen me zou moeten doen. Waar staat dat? Nou, maar dat standpunt bestaat er geen discussie van. Voilà. En alleen maar dus de constatering van oké, iemand is blijkbaar unhappy of uit balans. Oké, dan kan ik het gevoel hebben dat ik daar een respons op moet geven of niet. Maar basically it's none of my business. En je kunt ook voelen wat er gebeurt, hè? Van het begint met mimimip en het wordt steeds sterker en als je oplet dan voel je dat je eigen afgescheidenheid, het wordt steeds sterker. Je wordt steeds kleiner, steeds harder, letterlijk, alles verhardt zich en er komt alleen nog maar bagger uit.
Nou, tenzij voor entertainment purposes, als iemand dat leuk vindt, prima. Maar strikt genomen, het is lelijk. En het is iets heel anders dan een duidelijk signaal geven en klaar. Ik wil het 6. Oké, nou, dan gebeurt dat wel of niet. Maar waarom willen we eigenlijk per se dat iets 6 of zo gaat? Doet het er werkelijk toe? Dus ik vind een heleboel dingetjes, gewoon praktisch in mijn leven, maar ook in mijn relatie, prettig als het 6 gaat en niet zo. Maar er zijn er heel weinig dingen bij die echt zo belangrijk zijn om een mes uit de keuken laten gaan halen. Want mijn voorkeurtjes zijn tamelijk saai en behoorlijk irrelevant. En ik weet heel goed dat ik net zo min iets weet als in mijn geval Kasia. En dan is die hond bijvoorbeeld ziek en dan wil zij zo en dit en dat ermee. En dan merk ik als ik wat roep, dan ontstaat er een discussie. Dan heb ik op een gegeven moment zoiets van, weet je, het is gewoon goed. Koop dit, doe dat, zeg maar hoor je wel dat ik nu ze eten maak. Ik vind het best. Want, en dat zei ze naar de hand, ja, ik zocht alleen even bevestiging. Oké, hier heb je alle bevestiging. Ik weet er niks van, ik ben geen dokter en ik ben geen hond. What the fuck do I know? Weet je wel, ik heb een paar indrukken, die deel ik mee en dan goed, dan krijgt hij dit voor en dat supplement en die whatever. Top, en dan kijken we wel hoe het met gastje gaat. I don't know. Maar ik kan ook de hond claimen en zeggen, nee, ik ga erover. Ik kan er een oorlog over beginnen. Why? De illusie is dat je dat doet vanuit een goed hart bijvoorbeeld, ja. Vanuit bescherming of vanuit iets wat je lief vindt. Yes. We maken ons van alles wijs. Het effect over het algemeen, van als het honden of kinderen betreft die daarbij betrokken zijn, is dat ze beschadigd raken door al die oorlog. Hoe goed bedoeld en liefdevol en weet ik veel wat ook. Ze worden daar niet blij van. Ze zien gewoon twee ontspoorde, instabiele idioten en dan moet het dan ook nog naar luisteren en een soort gevoel van vertrouwen opbouwen. Oh, ik dacht het niet. En allebei menen ze gelijk te hebben en het beste voor te hebben en whatever. Het weet ook nog, allebei zijn ze eigenlijk keilief. Keilief eigenlijk. Maar waarom zie ik dat niet? Ja, maar dat is precies wat ik bedoel. Als het steeds wat in jou gaat, wat is dan, hoe herken je wat klopt of niet? Zo. Op een gegeven moment is het alleen maar aannames vanuit het verleden. Yes, exact. Stay out of that. Want anders word je dus een verhaal en een vervormd verhaal. Maar je gaat vooraf aan dat verhaal. En het is heel moeilijk en daarom heel interessant om uit de conflictmodus te blijven. Ja, in de conflictmodus zie je het. In het begin zie je het en daarna gaat het. Ja, vrij snel bij het kwijt, ja. Eigenlijk op het. Een modus waarin je het herkent. Yes. Een aanname is die niet klopt. Yes. En je voelt dat wanneer je dat grensje overgaat. En net voorbij dat grensje begint iets in je het leuk te vinden. Ja, tot die koekenpan komt. Bijvoorbeeld. Vooral als die goed gemikt is, dan is het even rustig. Dank je. Welkom, jij ook. Oké, ik ga even roken.